We zijn hier in het Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Een museum wat het verhaal vertelt over het christendom in Nederland. We staan hier eigenlijk in de tentoonstelling, onderdeel van de vaste opstelling. En die tentoonstelling heet Feest, weet wat je viert. Vanuit de feesten proberen we met kinderen gesprekken te openen over de feestdagen die we van oudsher in Nederland hebben. Zoals Pasen, Pinksteren, Sint Maarten, Sinterklaas. Want we weten vaak helemaal niet meer waar die feesten vandaan komen. Maar we maken ook bruggen naar andere religies. Omdat de diversiteit natuurlijk steeds meer toeneemt. En het is belangrijk dat je elkaar begrijpt. Deze Sint Maartenhoek waar we nu eigenlijk zijn, is een belangrijke plek in onze tentoonstelling. Want Sint Maarten is ontzettend nauw verbonden met Utrecht. En het is niet alleen een feest van vroeger, maar ook nog een feest van nu. Daarom vinden we het zo ontzettend bijzonder en mooi om te mogen meewerken aan een nieuwe traditie die eigenlijk is ontstaan binnen Utrecht. Juist zo'n traditie die groeit en doorgaat en dynamisch is, is fijn om daar een onderdeel van te zijn als museum. Vorig jaar, na afloop van de parade die hier eindigde, kregen we ineens het idee, kan je ook iets doen dat jullie niet alleen ruimte bieden, maar dat we ook een directe samenwerking krijgen met degene die wat gemaakt hebben. De sculptures die gemaakt worden voor de parade zouden misschien ook een plek binnen de expositie van het museum kunnen krijgen. Ja, en dat vond ik ook een hele mooie logische volgende stap. Want nu krijgen dan ook de deelnemers aan de parade in één keer een plek in het museum. En die deelnemers die zijn divers. Het is echt ander publiek wat bij ons binnenkomt ook. En hoe mooi om die ook een gezicht te geven het hele jaar door. Ik denk dat in deze hoek een hele mooie plek is voor een lichtsculptuur. En dat je hem echt ziet en dat hij mooi verlicht is vanuit binnen vooral, denk ik. Ja, dan zou het helemaal mooi zijn als we dan beelden kunnen laten zien van de mensen die het hebben gemaakt. Want die zijn eigenlijk nog belangrijker dan de sculptuur zelf. Want we krijgen elke dag zo'n 5 schoolgroepen die hier komen. Dus ongeveer 9000 leerlingen primair onderwijs per jaar die dat dan allemaal gaan zien. Daarna, volgend jaar, gaat hij de straat weer op, gaat hij weer terug naar de parade. Ja, dat zou helemaal tof zijn. Onze voorwerpen zijn dode dingen en die worden levend door de mensen die ze gebruiken. Dat was vroeger zo. En nu met de lichtsculpturen is dat niet anders. En deze mensen kunnen we wel nog in beeld brengen en ook een plek geven binnen een levende traditie.